Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft het oppashuis De Flora, waar enkele minderjarige kinderen seksueel zijn misbruikt door een 21-jarige man, gesloten. Dit bevestigde minister Uraikit Ramsaran van het departement vandaag tegenover journalisten voor aanvang van de ministerraadsvergadering. De bewindsman merkt op dat wat gebeurd is bij het oppashuis onacceptabel is en dat dit niet getolereerd zal worden door de staat. We tolereren dat gedeelte niet dat er misbruik wordt gemaakt van kinderen. Laat me dat alvast verduidelijken. Er waren een paar, bij deze, de dame die zelf, ik denk een paar dagen geleden in de media is gekomen en die heeft kunnen aangeven dat zij met sociaal voor heeft gesproken, moet ik aangeven dat er twee zaken daar spelen. Eén, die dame heeft gesproken over natuurlijk het feit dat intussen dat ze is langs geweest, dat de politie de first line is en de politie al heeft ingespeeld, bureau vrouwen en kinderen. En we hebben ook nog BIVAS die gezamenlijk met SOSAVO naar de veld ingaat. Dat betekent dat SOSAVO zelf het recht in de hand niet kan nemen, dus dat moeten we gezamenlijk doen met Juspol. De dag zelf waarbij de informatie naar binnen is gekomen, heeft de crash meteen de opdracht gehad te sluiten. Ik zou het niet deze crash willen noemen, want ze hebben niet geopereerd conform wet en regels. Apart daarvan is SOSAVO ook langs geweest om te kijken naar de situatie zelf. Ramsaran zegt dat SOSAVO zich samen met het ministerie van Justitie heeft gebogen over deze kwestie. Er is gewacht op de inlichtingen van Juspol, omdat de kwestie deels ook door dit departement moet worden afgehandeld. De bewindsman zegt dat er nu wordt gekeken naar de verdere begeleiding van de benadeelden. We hebben gezamenlijk met Juspol, althans ik kreeg een telefoontje, ook in RVM, van collega Juspol. En die zei van, als ik het goed heb, dan heb ik vernomen van de samenleving, van de buurt, dat die dame nog steeds opereert. Dus dat hebben we geaccepteerd. Ik heb meteen zowel per schrijven als telefonisch contact gemaakt. Per schrijven is om vastlegging, zoals u weet. En het ambtelijke moet er vastgelegd worden, maar een paar daarvan ook telefonisch. En mijn team is direct uitgerukt, gezamenlijk met Juspol. En met de politie van de buurt hebben ze dan meteen die mevrouw aangesproken. En die heeft beweerd dat ze niet operationeel was al die tijd. Sinds de persoon is opgepakt, richting de informatie wat ik heb ontvangen. Dus ik wil u aangeven, we hebben het niet zo gelaten. Mijn juristen die kijken ook naar de zaken. U heeft allemaal ook gehoord over de wet op vangstellingen. Maar laten we even eerlijk zijn, gaan we dan wachten terwijl dit gebeurt op de wet, voordat we het gaan sluiten? Of gaan we als mens even verder nadenken dat dit onacceptabel, onverteerbaar is? De minister roept namens het ministerie de verschillende instanties op die oppaswerk doen om zich te registreren. De instellingen willen werken om het volk te helpen, maar moeten wel voldoen aan de gestelde regels en criteria, zegt Ramsaran.